Welkom bij de release party van de Boeren en Boerinnenkalender 2023. De release party wordt dit jaar gehouden in Hartse Deventer. En dat is best wel speciaal, want dit is de plek waar de kalender geboren is, ontstaan is. En de boeren en boerinnen zijn hier achter mij al heel druk aan het voorbereiden. Ze zijn allemaal best wel zenuwachtig, dus zullen we kijken hoe het met ze gaat? Kom. Als je hier over de rode loper de Chicago Club binnenwandelt, dan heten de kalendermodellen hier gewoon een welkom. Dat is vet. Welkom bij de release party van de Boeren en Boerinnenkalender 2023. Kijk eens even om je heen. We staan hier in de Chicago Club. En dat is natuurlijk niet een boerenboerderij of een boerenplek. Daar heb ik wel over nagedacht en de muziek ook bij gekozen. En we hebben echt voor het eerst boeren en boerinnen niet Chicago. En hebben jullie nog een pasje die jullie moeten doen? Ja, dus vooral wijzen en dan sexy doen. Heel veel sexy doen, ja. Alle modellen zijn nu omkleden. De show komt steeds dichterbij en ik kan natuurlijk ook niet zo verschijnen. Dus even wat anders aan. Zo, veel beter. Ja, we moeten ons even tonen. We moeten even allemaal ons echt laten zien. Dat ga ik het doen. Komen jullie wel eens in zo'n club zo midden in de stad? Nee, ik ga alleen maar naar een feestje en alles. Verder in de cage, verder niet. Oh, dit is wel heel wat anders dan. Ja, maar ook wel eens leuk voor de afwisseling. Ja. Ik kan niet wachten totdat hij bij mij thuis aan de muur hangt. En hij is nu dus ook echt officieel verkrijgbaar via boerendingen.nl. Volgend jaar komt er natuurlijk weer een boerinnenkalender en een boerenkalender. En dan hopen we je daar ook te zien. Je kunt je daar nu nog voor inschrijven. Dus als je een keer op de boeren- of boerinnenkalender wil staan, geef je dan op. En wie weet zien we je volgend jaar. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!